Welkom bij een nieuwe piepshow met uh, vier onderwerpen. Zit er in ieder geval eentje bij waar ik goed kwaad over ga worden? Mooi. Ik... Gaan we daarmee beginnen of niet? Nee, daar gaan we niet mee beginnen. Oh. Dat dus tweede. Tweede. Tweede onder... onderwerp, ga ik kwaad worden. En ja, derde onder... onderwerp, dan weer niet? Uh, even kijken. Derde onderwerp, ook daar kwaad over. Nee, daar ga ik wat meer om besmaakt om lachen. Oké, okay, vier. Vier, uh, dat is meer een interessante discussie. Okay. En één, vond ik ook interessant. Uh, hmm. Je weet het, de laatste tijd is het veel in het nieuws. Uh, de slechte werkomstandigheden bij. Studio's. Ja. Nou, waren dat altijd AAA-studio's? Uh, Blizzard, Activision, Ubisoft. Uh, pff, welke hebben we niet gehad? Dus ja. eigenlijk op een gegeven moment wordt het geen nieuws meer dat. Um, het is een beetje op de deur onderwerp nu. Ja, de, de, de mensen burn-out, te lange werktijden, uh, niet, zo, niet zo netjes tegen elkaar doen. En uh, nu was daar opeens het bericht dat. Um, een van mijn favoriete studios, Moon Studios. Dat is een, dat is een indie developer oh. uh, van Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps, schitterende games. Um, ja. ja, die hebben nu ook een aanklacht aan de broek van meerdere oh. werknemers um, wegens een toxic work environment. Niet, nee, iets, niet, niet iets seksueels, al, maar. Geij brutes. Um, ja. ja, crunch time. Um, en het grappige is, uh, deze studio is opgericht door twee mensen, mannen. Mm -hmm. Ja doet er verder niet toe mannen, maar, uh, mensen of mannen? Uh, het Ze zijn mannen groot, allebei. Toevallig zo. zijn het mannen, maar dat mannen doet er niet zoveel toe behalve dan dat. Het zijn blanke mannen. Het zijn, het is een Israëliër en volgens mij een Rus. Maar, weet maar ik niet blanke Israëli's en blanke Rus. Dat zou ongetwijfeld Witte, uh, witte mannen <laughs> hebben deze studio opgericht. Ja. Het idee alleen, het racisme. Nu al. <laughs> witte uh, mannen hè, kunnen niet zomaar zo'n studio oprichten en dan niet racistisch zijn. Het ding is. Ze, ze hebben geen kantoor. Zij werken alleen maar met mensen over de hele wereld. Dus de hele wereld zit uh, uh, personeel. Dus ze hebben altijd vanuit huis, ook ver voordat uh, corona uh, überhaupt nog bestond, ja. uh, werkten zij vanuit huis. En ook daar kun je dus. Een toxic werkomgeving, uh, een soort van op clear. Zoom, een soort van van, ja. van seksuele harassment. Nee, nee geen zoom. geen echt gewoon. Uh, um, en dat is wel grappig, want ik ben een beetje gaan kijken. Natuurlijk, je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt ja. dus het, het seksueel harassment naar, naar 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 over het algemeen vrouwen uh, toe. Mm -hmm. En dan heb je gewoon. Um, Weet je zeker dat vrouwen zijn? De seksueel harassment over het algemeen wel, ja. De ja, meerderheid is vrouw of. die als een van mensen die zich identificeren als vrouw. Precies. Ja. Maar uh, die andere, um, dat verbaasde mij meer. Laat ik zo zeggen, de, de werkdruk was hoog overal. Maar dan heb ik altijd zoiets van: dat is volgens mij doable. Want werkdruk is bij de meeste bedrijven hoog. Tenminste, als een bedrijf. Ja, maar dat is tegenwoordig ook al harassment hoor ja ding is en mensen krijgen tegenwoordig gewoon geld voor niks doen hè dus ik bedoel als je dan van ze gaat vragen om te werken dat is gewoon ja ik weet niet of dat redelijk is het is de combinatie tussen uh, werken en um, een als, als leidinggevende niet een, een hele negatieve werksfeer creëren. Ik heb, ik, en maar je die... werkt thuis toch allemaal? Ik, ik ja, snap niet helemaal hoe je dan. Nou, negatief omdat we, de apps zijn naar buiten gekomen en dat soort dingen. En dat en, en staat er in die apps. Nou ja, de hele tijd van jij ja, kan er helemaal niks van. Je bent met een sukkel. Uh, de hele tijd dat soort dingen. Jouw werk is echt crap. Uh, maar, maar, uh, wat, maar tegen wat, elkaar opzetten. Uh, dus, dus tegen het ene dit zeggen, tegen het andere iets anders zetten. Alsof ze er een sadistisch genoeg in schepten om. Om neerbuigend te zijn over uh, wat je deed. En dat zag je bij Ubisoft ook. Die, die leiding geven. Die constant maar aan het, aan het neerknuppelen waren. Van hun ondergeschikten. En wie weet, zijn ze ook wel, konden ze er geen hol van. Maar ja, dan zou ik meer zeggen van: oké, okay, met alle respect. Ga, uh, ontsla iemand. Maar het was dus de hele tijd dat genoeg geschep. In. Um, en dat, dat bevreemdt mm. mij zo. En ik denk maar... dat daar, die, 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 daar komt dat probleem vandaan. Want die burn-out: ik denk niet altijd dat burn-out alleen maar 100% hard werken is. Het is de combinatie tussen heel hard moeten werken in een omgeving waar je niet heel erg vrolijk van wordt. Dan is het niet te dragen. Ja, of een drijfveer hebben voor hard werken die niet gezond is. Kan ook. Dus hard werken als een soort coping voor een onderliggend probleem. Zoiets. Ja. Maar goed, anyways, als dat samenkomt... Oké, okay, ik snap het. Ik, waar ik een beetje dan hier nog aan moet wennen... is omdat iedereen thuis werkt en eigenlijk mm -hmm. van de hele wereld... Um, kijk, ik kan me voorstellen, als jij met je gezin en familie naar Texas verhuist, of naar Canada, of aan de andere kant van de wereld, weet ik veel. En je gaat er bij een studio werken en het blijkt kut te zijn bij die studio. Ja, je gaat niet van de een op de andere dag weg. Want je bent dan verhuisd ja, en gereed, ja, ja. en weet ik veel. Dat is allemaal ja. lastig en kut natuurlijk. Dus voordat je iets anders hebt, dat duurt wel even. Maar als jij remote werkt, dan kun je letterlijk ontslag nemen en bij de supermarkt gaan werken. Ja. Dus uh, waarom is... Ik weet niet waarom, waar, ik bedoel, als je gewoon, het klinkt heel stom, maar als je een klus doet, want dat, dat is het verschil tussen werken en een klus. Weet je? Mm -hmm. Ik bedoel, als jij een klus doet voor een, voor een opdrachtgever, dan heb je toch gewoon zoiets van: oké, okay, doei als het niet goed is, als nee, het niet leuk is, uh, laat het je. Dat punt geef ik je. En, en hierbij heb ik gewoon zoiets van: oké, okay, dus mensen hadden echt een baan, maar deden dat thuis, online. Mm -hmm. Zet je fucking telefoon uit als je last hebt van anderen. Uh, ja. Weet je, als je als je moeite hebt om grenzen te stellen bij een Zoom meeting, dan is er <laughs> echt fundamenteel iets niet helemaal oké. Okay, ja. Je? En dat en ik bedoel, het is moestu. Ik bedoel, de twee games zijn natuurlijk fantastisch die je noemt. Ja. Will of the Wisps en en de blind, in blind Forest. Um, maar ik, ik heb gewoon zoiets van het zo fucking Ontzettend belangrijk voor je CV is het nou ook weer niet dat je daar. Die nee. Je hebt gewerkt ja, ik, laat ik het zo zeggen. Ik, bedoel, ik heb de mensen zelf niet gesproken. Dus ik moet ook een beetje afgaan wat dan gepubliceerd wordt. En, en dan zie je eigenlijk uh, hun kant. De ene kant is dus die mensen die dan die, die appjes laten zien. En de andere kant, de twee eigenaren hebben dan gezegd: Nou, de, de, de bullshit. Uh, dat zijn mensen die, uh, die, uh, die, die weg zijn gegaan omdat ze het toch al niet leuk vonden. Een modder gooien. Het nou ja, is een heel bekende riedeltje wat je constant hoort bij al dit soort zaken. Dus daar kom je ook heel moeilijk achter. Ja, ik moet uh, je dan wat, 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 wat belangrijk Of tenminste, mm. laat ik het zo zeggen. Zeggen, want Rami die tweet hier ook over en die had wel hij zei als je denkt dat dit probleem dit fundamentele probleem uh, alleen voorkomt bij AAA dan heb je het mis want dit zit natuurlijk net zo goed ook bij indie studio's. Het is niet zeg maar de holy the holy heaven. Nou, ik wou zeggen het heeft niet eens per se met gaming te maken. Ik nee. kan me voorstellen dat het in heel veel bedrijven dat er dit soort dingen spelen, maar ja. ik weet één ding wel, ik heb nog nooit Iemand met een ruzie wegzien gaan bij een bedrijf mm -hmm. en vervolgens niet lopen bitchen op dat bedrijf. Dus nee. het is toch logisch dat als het niet klikt, als je niet klikt met je baas en je gaat weg of het contract wordt niet verlengd of ja. ik of je bent gewoon pissig. Dan ja, dan blijf je, dan hou je toch dit zou, soort. Zou je, shit. het zou het er iets mee te maken kunnen hebben dat je iets iets een stuk entertainment maakt. een project wat je graag wil afmaken. Dat het, uh, Nee, het heeft nee. gewoon te maken met het met helemaal Ik kan me meer... voorstellen namelijk als je weet ik wel, bij een bank werkt als Kijk, laat dat eens, je als zegt, je zegt van oké, okay, maar dit, dit vind ik hier zo kut. Ik ben weg omdat je ook werkelijk waar niks met die bank nee, hebt. Nee, het heeft het heeft met het Amerikaanse rechtssysteem te maken. Dus Maar ze zitten niet in Amerika. Ze nee, zitten in Israël. Oké, okay, nou misschien heb je datzelfde daar. Ik ja. weet het niet. Maar wat je, uh, wat je hier in Nederland bijvoorbeeld hebt, stel je voor jij hebt de ruzie. Ja. Weet je, je bent een werkgever, je hebt de ruzie en je, je, je besluit weg te gaan of je gaat uit elkaar of het viel, je wordt opstaan, of ons mm -hmm. maar, whatever. Oké, okay, dan ga je naar de rechter. En dan moet je bij de rechter aantonen van oké, okay, dit is gebeurd, ja, nee. dit is de schade die ik heb geleden. Nou, vaak is dat dan, dan kun je zeggen van oké, okay, dat is nog een jaar van je contract of een half jaar van je contract of twee jaar van je contract, weet ik veel. Weet je, een of andere rekening som keer erop loslaten en zeggen dat is de schade die ik heb geleden. In Amerika heb je iets als punitive damages. Mm -hmm. En dat betekent dat je kunt zeggen van, nou, ik heb ook nog emotionele schade opgelopen. Ja. En dat is een miljoen geweest, weet je. En omdat je in Amerika ook dat no cure no pay systeem hebt met die advocaten, met andere woorden, als een advocaat de brood in ziet, uh, dan gaat hij gewoon een rechtszaak beginnen. Mm -hmm. En als hij hem wint, dan krijgt hij gewoon een bepaald percentage. Dus hij heeft er ook nog het belang bij dat dat bedrag hoog is. En ja, dat is een cultuur die we hier in Nederland bijvoorbeeld niet hebben. Maar, uh, en en in sommige andere Europese landen heb je dat ook niet, maar in Amerika heb je dat wel. Ja. En misschien in Israël dus ook. Dus ja, dat zit in Oostenrijk overigens. Al oh, in Oostenrijk, nee, oh, ja, Oostenrijk ik... ja. En ze hebben ook al problemen met Microsoft. Die deze twee gasten. Microsoft wil ze eigenlijk ook niet meer hebben. Oké. Dat een beetje, ik we, ja. weet ik veel. Kijk, het zijn toch wel dat zijn witte mannen, hè. Ik bedoel, je, je kunt ze niet vertrouwen. <laughs> dus uh, wat dat betreft, ik weet het niet. Dat uh, ja. Ja, nee. Nou, ding is waar ik het, waar ik, wat ik denk ik wel soort van waar ik wel een bepaald gevoel bij kan hebben is als je iets maakt, je zit in een weet ik veel, een film of een ding, mm -hmm. dat je toch iets hebt van ik, ik wil gewoon tot het eind erbij blijven, want dit, dit hier heb ik mijn tijd ingestoken en wil ik niet halverwege weggaan. Ja, maar gaan en niet dit... als je een, als je, een, als, je een, als je een kutrelatie hebt, nee. weet je? als je gewoon zoiets hebt, als je uitgescholden nee. wordt en zeggen dat je werk shit is, dan ben je toch heel snel klaar mee, dan ga je toch weg. Ik bedoel, wat de fuck? Dat uh, ik, ik kan, ik bedoel, en dan is het even kut. Dat snap ja. ik vervelend, je ego is gekrenkt. Ja, maar. Ja, dat is natuurlijk ook een cultuurding van nu. Een soort van, oké, okay, je gevoelens ja. mogen niet meer gekwetst worden. Want nee, dat, nee dat ja, is... ik, ik zie hier inderdaad uh, in, in zo'n workchat... dan vroeg die man, uh, Corol, dat is uh, de, Jenna, die Corol... die vroeg dan van, nou, uh, hoe gaan we dit oplossen? En dan zegt iemand dit uh, en dit en dit. En dan zegt hij van, nobody cares uh, wat jij denkt, weet je wel, je, je bent retarded. Weet je, dat soort dingen. Ik bedoel, ik vind het ook een soort van, en hij zei zeggen dan van, ja, maar dit, dit is harde humor. En, dan ga je weer bij het gesprek, ja, maar dat, gesprek van, maar, van... Maar dat, 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 dat is ja. wel een ding met deze context. En dat is natuurlijk ja. ook een ding. Dat is echt heel belangrijk. Als je... Te maken hebt met mensen die over de hele wereld werken, dan ja. heb je dus automatisch een best wel interessant communicatieprobleem. Uh, ja. En een goed voorbeeld daarvan vind ik inderdaad dit soort, dit soort directe. Nederlanders kunnen dat ook heel goed, die kunnen heel direct zijn. Zeker. In, in het Nederlands ben je heel direct. Wij zijn heel direct ja. uh, uh, qua communicatie en Nederlanders heel direct. Um, en de Nederlandse taal is daar ook helemaal naar ingericht om heel direct te zijn. Mm -hmm. En in Amerika wordt dat soort directheid tyte altijd uh, gewaardeerd. Bijvoorbeeld in Londen al helemaal niet. Nee. Weet je, dus daar, daar heb je heel ja. erg een passief agressief. Maar dat betekent dat je dus, dan heb je dus mensen die allemaal Engels met elkaar praten. waarvan er één iemand in in, uh, in mm -hmm. het ene land zit met een bepaalde culturele context, een ander in een ander land. Ja. Waarbij, weet je, en zeker als, als de primaire taal niet Engels is, ja dan ga je gewoon, dan ga je een lompe, uh, soort van hele simpele vorm van communicatie krijgen. Dat wordt een ja. standaard. En, ja, weet je, misschien dat dat wel leidt tot dit soort shit. Ik weet het niet. Nou ja, goed, het, het, het is, het is, ik denk dat dat zeker ermee te maken hebt. Kijk, het is nu op dit moment natuurlijk wel een beetje modieus. Ik zei dat ook al in het begin van ik ga het niet allemaal meer elke week in de Piepshow doen, want dan kan ik wel bezig blijven. Het, 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 het stuit het over elkaar heen, dit soort mm -hmm. aanklachten. Ja. Um, er zijn natuurlijk terecht ook natuurlijk heel veel mensen die, uh, die er niet tegen directheid of, of harde uitspraak kunnen komen. Als dat jouw stijl is als. Persoon, en jij ventileert dat en jij denkt dat het een grapje is, dan hoeft een ander dat nog niet als een grapje te ervaren. En dan heb je gelijk in: op het moment dat je in een kantoor met elkaar zit, dan kan je zeggen: van, Oké, okay, wacht even, dit ging niet goed. Zullen we even mm -hmm. met elkaar gaan zitten? Praat het even uit. Dat is mijn Zoom-meeting misschien wat anders. Um, het aparte was met name dat dit ook een indie-studio betrof en ook weer die Crunch Time. Um, dat daar uh, toch wel, ja, het is gewoon niet gezond als de helft van het bedrijf, dus nu een, een, in de burn-out-cyclus zit. Dus, ja. Maar ja. Um, apart. En. Ja, een beetje jammer. Dat is, dat is toch, toch, toch een van de titels die ik uh, heel erg graag gespeeld heb. Dus ja, daar wordt dan ook weer een klein luchtkasteltje. Wordt er uh, kapot ge... een beetje ja. boven mijn ja, hoofd. Het is spannend, uh. ja. Goed. Um, gaan we even naar een, 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 een iets toe wat ik niet begrijp. Waar ik me kwaad over kan maken. En. Ja, totally lost. Grand Turismo Gran 7. Ja, nou, ja, goed. Ik, ja, precies. Ik yes. kwam schreeuwend binnen. Ik kwam schreeuwend in mijn hoofd. Dat was... We hebben het er het einde van de week vrijdag, moet je maar even terugkijken. Hadden Jel en ik daar een discussie over. Uh, wat is er nu aan de hand? Nou, Grand Turismo 7 uh, is uitgekomen al een tijdje uit. Uh, eigenlijk gewoon als game. Hè? Gewoon als gameplay. Prima. Uh, koos is enthousiast. Dames enthousiast. was ook op een bepaalde manier enthousiast. En wat blijkt nou na de launch. Dus ook niet in de versie die de journalisten gehad hebben... hebben ze er microtransactions aan toegevoegd. En ook niet lullige microtransactions. Je kan dus de dure auto's kun je kopen voor 40 dollar. Dat is niet micro. Dat is bijna geen micro een meer. een flinke transaction. En de game kost tussen de 70 en de 80 euro in de... Winkel. Uh, okay. Vervolgens, uh, de game moet altijd online. Terwijl dit echt een game bij uitstek is, die uh, heel veel mensen gewoon singleplayer spelen, gewoon thuis. Ze willen gewoon die game spelen, die autootjes verzamelen. Ja. Nou, je moet altijd online. En wat blijkt nu, door die DRM die dat, dat altijd aanstaat, kunnen ze de hele tijd allerlei dingen. Aanpassen. Dus wat hebben ze nu afgelopen week gedaan? Hebben ze een nieuwe patch uit, uit, uh, eruit gegooid... waardoor die game 30 uur niet speelbaar was. Dus waar maar mensen pissig over. En vervolgens hebben ze dus... terwijl mensen klaagden over dat die auto's te duur waren... om te kopen, dus om vrij te spelen... Hm. hebben ze nog eens een keer die prijzen... of de, nee, hebben ze... Uh, 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 tempo waarin je de credits kunt verdienen in de game... Maar ze nog een keer gehalveerd. Ja. Um, dus... Uh, en er zit nu opeens... Constant reclame voor die dure auto's. Die popt uh, in je game op. Ja, dat, Geen communicatie is, naar buiten. Ja. Uh, ze zeggen niks. Ze, ze, ze douwen er doorheen. En het gevolg is hiervan dat... Uh, gisteravond uh, uh, zat ik even op Metacritic. 2.5. Inmiddels is dat nu een 2.0. Dit is de slechtst uh, bekeken... Wow. Uh, bekritiseerde Gran Turismo 7. En... We hebben het hier al heel vaak over gehad en we krijgen het ook altijd boos en ik krijgen er altijd weer uh, 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 ja, klachten over: van, ja, maar anti-Sony en dit, hun communicatie, ik snap het niet. Ja. Deze game is op zichzelf, als 70-euro-game, een fantastische game. Die Dat valt wel wat water mee, maar in ieder geval een game die tussen de 10 en de 15 miljoen makkelijk gaat verkopen. Ja. En wat doen ze dan? Niet communiceren. Microsoft erin donderen, nog eens een keer kut doen uh, door. Door de pacing omlaag te gooien. Je kan je auto's nu opeens niet meer verkopen. Waarom niet? Hebben ze het eruit gehaald? Omdat, met, omdat ze. Met, omdat ze dan moet je nog grinden. Ja, je moet meer grinden. 350 wedstrijden heb je nodig om een dure auto vrij te spelen. Nou, en wat, maar... maar waarom? Waarom maken ze deze shit gewoon kapot? Nou ja, ze maken kijk, de het, het, gebeurt. dat? Er gebeuren twee dingen, weet je. Ja. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen van, oké, okay, je kan auto's kopen. Ik bedoel, vroeger had je DLC, nu is dat blijkbaar teruggebracht tot één enkele auto waar je al soort van veertig euro voor betaalt. Ja. Um, ik zie mensen het nog wel doen ook in zo'n game, weet je. Ik um, ja, waarom niet? dat, dat gebeurt. Uh, het probleem, het grote probleem wat er werkelijk speelt, is dat de gameplay wordt aangepast om dat ja. aankoopproces. Soort van, ja, of een soort van te, te, te faciliteren. En daarmee wordt de game stuk gemaakt. En dat is altijd het gevaar wat op de loer ligt. als je te maken krijgt met microtransactions. Mm -hmm. of in dit geval, wat zijn het macrotransactions? <laughs> maar dat. Um... Ja, dat ligt op de loer. En dat is. Weet je, ik, 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 ik ben. Fortnite. Ik, ik zit met mijn kids een beetje te kijken naar Fortnite. En het is. Ik ben boorzoon gewend. En Fortnite is zo belachelijk veel commerciëler met hoe die v bucks werken. En ook ja. ge, ge, om geld. En ik moet je wel zeggen, dat, is, dat heb ik hier ook bij. Als, ja. als stel je voor dat je 70 euro betaalt. Je hebt een ple, waarschijnlijk ook nog een PlayStation 5 gekocht. Ja. En als je pech hebt, ook nog een 4K-TV erbij. Je sluit het allemaal aan een stuurtje en zit stuurt, ja. weet ik veel. En je wordt in je kop gejammerd over. Uh, uh, over een fucking uh, een andere auto die je moet kopen voor 40 euro, dat je zoiets hebt van so erop, weet je. Ik ja. heb al fucking 1200, wat, wat zeg ik, was er misschien wel 3000 euro uitgegeven aan de hele setup. En dan moet je voor 40 euro nog een, nog een auto kopen. Weet je, ja. ik bedoel, en 350 races, dat is zo ontzettend veel, dat ik bedoel, ik zou... Twee races op een dag geest, maximaal. Ja, ja, ja. En, en waarschijnlijk niet eens elke dag die game spelen. Nee. Dat betekent dat je rustig een jaar bezig bent om een auto vrij te spelen, <laughs> dat is echt veel. Nee. Dus ja, dan, nou, ja ik en, ben, en, en, en kijk, wat ik. Met, met, daar had ik met Jan een hele discussie over. Van, kijk, ik ben niet tegen commercie. En als iemand zo idioot wil zijn om een full-price game vol te down met microscetjes, mic moet hij dat vooral doen, maar dan moet hij het wel zeggen dat hij het doet. En wat, wat ik vind dat niet kan, is dus journalisten... Dat is ook exact waarom wij... Want ik, ik heb daar elke keer nog van... Ja, maar waarom, de, zelfs publishers die bellen mij op of mailen mij van... Hé, hey, maar de embargo is verlopen. Ik doe het altijd gewoon op launch, dan pas ga ik reviewen. Want dat is de game als de mensen thuis spelen. Hier dus inderdaad ja. idem dito. Journalisten... Wat er, maar dat, dit dat, is al zo oud, man. Ik bedoel, ja, maar, al die Call of Duty-trips naar een hotel je, in Londen... en die tuurlijk. game kwam uit en werd voor een meter, weet je. Maar je ah, kan toch niet... Microsoft Sections erin stoppen en dat niet tegen journalisten zeggen ja nou, blijkbaar doen ze dat wel. Ja. Dus ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat die, journalisten, uh, die rol van journalisten... is kleiner en kleiner aan het worden. Ja, uh, uh, wat dat betreft misschien streamen of weet ik wat. Misschien alle mensen daar nu van van. Maar misschien op. geeft dit weer eens aan hoe belangrijk het is... dat mensen dus ja. wel naar journalisten luisteren. Nou, absoluut. Ja. Ik, maar ik denk ook dat als je streamt... dat je het tegen gaat komen. Maar misschien kopen ja. Ja, ze dat. Ik weet, ik weet het ook niet. Ik, ik denk gewoon heel... Dit is gewoon heel simpel. Weer een opdracht vanuit het management. Vanuit ja. Herman Huls die zegt van luister... Jullie Moeten die, die transacties erin doen. En dan zeggen ze bij Polyphony: van ja, kut, maar dat hebben we nooit eerder gedaan. Hoe moeten we dat dan doen? Nou, dan hebben ze dat erin gedaan. En dan, komt, dan gaat het terug naar Herman en die zegt: van, ja, het is fantastisch, maar je speelt die auto's nu wel erg snel vrij. Daar gaat niemand 40 euro voor betalen, natuurlijk. Ja. Oké, okay, dus dan gaat het van 35 wedstrijden worden dat er opeens 350. Ja, dan gaat niemand meer zijn auto vrij spelen. Dus nou. de kans dat je het koopt is wat groter. Ja. Maar om heel eerlijk te zijn, ik, het is shady. En, maar het, wat er echt shady is, ik vind het nog niet eens al dat geld wat ze vragen voor die auto, wat ik krankzinnig klink, vind, ik zou never nooit mm -hmm. dat dat ervoor betalen, ook het mm -hmm. principe niet. Uh, maar het feit dat de gameplay stuk wordt gemaakt, ja. weet je, want de hele reden dat jij de, weet ik veel de 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 asfaltcup 3 speelt is om die ene Peugeot 205 Turbo vrij te spelen uh -huh. uit 1986 weet ik ja. die, die wil je hebben want je hebt een four wheel drive whatever. Dat was altijd het charme van die Zeker. Game. En als je als dat nu niet meer kan en dat je 350 fucking <laughs> wedstrijden moet spelen voordat je ja. een auto, dat is echt dat is gewoon dan ben je een jaar lang ben je ja. aan het racen voordat je één auto vrij ik, ik zag een paar mensen die dat getal noemden, maar het is grindy dus whatever misschien maar is het Maar niet erg te zijn. Want dat nee, niet... maar het is echt nou, nasty grinden. En ze hebben het nog nastier gemaakt. Wat ik al zeg van dus eh, als je. Ja, maar, daarmee, maar dan hebben ze ja. het enige wat ze hebben gedaan. Is dat ze de gameplay stuk hebben gemaakt. Exact. Want de beloning ik dat niet. die je heb, krijgt voor het race Is namelijk die auto's vrij spelen. Ja. En als die beloning weggenomen wordt. Omdat het de bedoeling is dat je beloning koopt. Sloop je wel ja. uh, je gameplay mechaniek. En dat daarmee maken ze Gran Turismo gewoon een slechte game. Dus ja. als hij nu 8,5 krijgt. Nou, dan kan ik me voorstellen dat hij eigenlijk een 6 moet krijgen. Omdat de hele beloningsmechaniek kapot is. Is gemaakt, ja, nee, absoluut. Uh, zat ook nog bij, maar ik, ik heb dat niet helemaal kunnen vinden. Dat blijkbaar Sony ook nog had gezet, aangaande de PlayStation 4, dat je daar wel van disc kon spelen, nou, omdat die game dus 30 uur de serverstuk was, kon niemand hem misspelen, dus dat klopt dus ook niet. Ja. En um, ik, ik. Ik voel gewoon aankomen. Over een week komt er een tweet van Sony Worldwide van uh, We heard you, weet je wel? En en we hebben het weer naar beneden bijgezet. Maar, nou ja, maar, maar dat is. Maar ik ik snap gewoon niet. Maar is, uh, de schade is al al toegebracht? Nou ja, Sony wil dus vol op service games gaan zetten. Dus dus maar dat bij, geeft ook aan dat we straks dit ook krijgen bij, weet ik veel, de volgende God of War en dat soort dingen. Maar, dat, maar dat, dat, betekent dat dan ook waarschijnlijk dat je PlayStation Plus moet hebben om die game te spelen? Nou, Want hij moet online. Of is, of is dat niet zo? Naja, uh, ja. Nee, want je moet online hebben. Dus ja, je moet Playstation Plus hebben. Anders kan je volgens mij... Nee, ik, nee ik, ik durf dat niet nu zomaar te zeggen. Want sommige games kun je namelijk ook zonder Playstation Plus wel online spelen. Oké, okay, nou goed. Maar, Interessant. Uh, kijk, dat gebrek aan transparantie wat we overal zien... in de hele mm. maatschappij, dat, dat zie ik hier nu ook. En ik kan me daar buiten gewoon aan irriteren. Want ik vind gewoon eerlijkheid duurt het langs. Nou, Jelle zei, ja, maar dat is commercie. En ik denk van, ja, maar goed... Nou, ik, ik zit het is hetzelfde als zit premium, te... gewoon uh, uh, zonder dat je iemand zegt: nee, ik ga het dubbele maken. En dat automatisch laten afsluiten. Nou, la, ik zit er tussenin. Ik ja. vind als, als game maker moet je de vrijheid hebben om te Tuurlijk. experimenteren met verdienmodellen. Ja. Als journalist en liefhebber kijk ik hiernaar en denk ik van... nou, dit is een game, serieus mm -hmm. de eerste game waarvan ik zoiets zou hebben... van nou, oké, okay, misschien een PlayStation 5 en ja. die game erbij. Maar deze hele microtransactions... Nu op niet microtransactions, meer. Nu hoef ik het niet meer. Nee, Want ik weet ik gewoon, en dat buiten mezelf... Kijk, ik ga nooit 40 euro betalen voor een auto. Never, nooit niet. Maar ik weet, ik ga het thuis spelen met mijn kids... en die gaan zeuren om die auto. Ja. En dan ben ik echt ik zie hoe dat met die V-Bucks gaat ik heb echt zoiets van dit gaat ik trap die game er echt echt binnen een paar dagen is dat weg ja want ik word er helemaal niet goed van dat gezeur van die shit en dat is dat weet je eerst gaan die games zeuren en dan gaan mensen dan gaan kinderen zeuren tegen hun ouders en die ouders worden het zat en dan gaat die playstation gewoon de deur uit ja en dat is wat reken maar dat de ene auto van 40 euro is niet genoeg weet je nee je hebt er meer nodig nee daar het 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 is bizar Communicatie weer, en, 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 en je weet het gaat als een boemerang, kletst het weer terug. En blijkbaar kiezen want ze. Ze wisten dat het de stront aan de knikker was, anders hadden ze het gewoon wel netjes. Het verbaast me dat je niet een soort van. Een soort van vijf random auto's krijgt voor 40 euro. Weet je, dat is een soort goksysteem. Oh, ja, nou ja, breng ze, dat... ze niet op een idee. Boris. Ja, uh, nou, goed, maar goed, daar had we wat meer spelelementen mogen zetten. Ja. Ik vind het kopen van auto's in Gran Turismo vind ik echt wel smakelijk. Ja, ja, het is uh, bizar. Nou, in ieder geval, we staan nu op een 2.0. En als dat zo doorgaat, staan ze binnenkort op een 1.3. Want het, mm. het, de nullen regent op dit moment. En dan denk ja. ik dus dat er binnenkort een mailtje komt met een soort slime verhaal dat We wisten niet dat jullie dat niet tof vonden. Die zit het, het nu, zitten type. Die zitten nu te typen in de ja. Um, dan even naar Activision Blizzard. Um, eigenlijk uh, iets wat ja, de gevolgen van, um, van al die processen die ze tegen, uh, tegen zich hebben. Ze hebben natuurlijk de Overwatch-leak. Ja. Um, dat is twee jaar niet doorgegaan vanwege de pandemie. En nu gaat het weer wel door. Het is een peperdure leak waarbij de teams dus miljoenen moeten betalen... om überhaupt mee te kunnen spelen. Uh, dit moet binnenkort, binnen één of twee weken, moet dit weer... Bam, online gaan en moeten we weer beginnen. Uh, onze Rowan uh, druk mee bezig. Ja, Overwatch ja. 2. Um, Enkel, ze hebben geen enkele sponsor meer. Alle sponsoren, Kellogg, State Farm, Coca-Cola... onder andere, die zijn afgehaakt toen... vanwege die, uh, ja, zijn gewoon gecanceld. En die hebben ook geen behoefte meer om Va sorry, Dat is vanwege de, de, het gezeik wat er bij Activision bezig ja, was. Ja, is ja. precies. Het die, die, ja, is gewoon niet brandsafe, dus daar hang je dan weer niet aan. Ja. Uh, en ze, ze komen ook niet meer terug. Dus ze hebben gewoon geen sponsoren op dit moment. En een peperdure leak te draaien... Voor een game die draait op multiplay en die leak. Dus ja, wederom een probleem. Mm -hmm. um, ja, hoe ga je dit in hemelsnaam tackelen? Ik bedoel, als. Ja, voor niet, het de, de, de nee. is dood. Het is ja. klaar. En dat. Um, dat ja, voel... weet je, heb ik ook een beetje. Maar dat is het lullige. Stel je voor dat jij een, een gamer bent. Hè. Je bent heel goed in deze game. Je, ja. je speelt op topniveau in zo'n leak. Ja. En dan is er een of een seksschandaal met de developer. En dan wordt je gewoon je hele shit wordt gewoon gecanceld. Ja. hoe weird is dat? Weet je, Jij hebt niks gedaan? Weet je, nee. maar dat is gewoon ja, heel weird. Ja, maar goed, ik, wat dat betreft, ik, ik, ik heb hier bitter weinig mee. Ik bedoel, mm -hmm. ik heb wel eens van. Uh, nou, ik vind, ik vind het een mega, ik het zo zeggen, ik, ik, vind e-sport stof. Ik vind dit e een hele megalomane aanpak dat teams heel veel geld moeten betalen. Het is heel Amerikaans, heel erg opgezwollen, terwijl ik denk e-sport is nog lang niet zo ver. Laten we gewoon ja. normale toernooitjes doen, uh, zoals zoals de ESL en al dat soort dingen. Prima, uh, bouw het heel langzaam op. Maar Activision had het idee. Wij gaan gewoon met Call of Duty en, en over. Oh, we gaan echt. Amerikaanse sport, weet je wel. Dit wordt huge en dat is het gewoon niet. Ja, nu zijn ja. alle sponsoren weg. Uh, ja, en maar dan... is dan ook nu klaar met die, met die link? Nee, ze of? moeten doorgaan, want ze hebben een soort van contracten om... Ja, om... want ik kan me voorstellen... Kijk, als de, als de teams moeten tekenen om ja. mee te doen... Ja. Dan, uh, en dat is heel raar. Want, want waarom zou je ja, meedoen? Je altijd... met, ja, maar waarom zou je meedoen met een leak waar niet geen geld te verdienen vond? Nee, nee, dat, En waarom <laughs> dat je dat dat geld. Op... Dat moet Activision nu zelf maar ophoesten. Ja, daarom inderdaad. Dat, dus dat, dat is ja. het probleem. En ook omdat hun, hun hele game, Overwatch 2, die, die, die moet nu gepresenteerd worden via die leak. Want in die leak zou het dan voor het eerst gespeeld worden. Net als met Riot, weet je, want League of Legends. Mensen spelen die game, gaan dan die leak kijken. Die hele kruisbestuiving valt zo weg. En ja, Microsoft moet dit straks allemaal. Glad weten te strijken. Ja, ik denk dat het gewoon. zodra de contracten afgelopen zijn, wordt dit gekild. Dat, dat zou. Want dit, dit moet zou... helemaal opnieuw opgebouwd worden. Ja, dat, 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 dat gevoel heb ik ook. Ja. Uh, tot slot, ook wel interessant. Uh, we hebben het hier vaak over de, 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 de console. en dan met name uh, ja, de, 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 de leeftijd. De, de, mm -hmm. de, 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 zeven jaar gaan ze mee. en dan zie je dat, dat ze nog één jaar ondersteunen. anderhalf jaar, dan gaan al die games. Uh, worden opeens alleen nog maar voor die ene console. en dan ga je weer naar de volgende generatie. Horizon. Uh, een Forbidden West, um, die game die is natuurlijk net uit, um, ja. 40% van alles wat er verkocht is, is PlayStation 4. En dat is een enorm hoog aantal voor een game. Voor een console die al anderhalf jaar uh, weg exact is. Ja. Exact, die al bijna twee jaar uh, op de markt is. En uh, dit levert problemen op, omdat de developers nu langer dan eigenlijk gepland... Multiplatform moeten gaan programmeren, dus ze worden een hele... multiplatform. Want je zou toch kunnen. Nee, ze ja, de PlayStation 5 en PlayStation 4 moeten ze maken. Ja, maar dat is dus een hele andere architectuur waar je dat bijvoorbeeld bij Xbox niet hebt. Nee, dat maar Ja, en, en Xbox heeft ook nog een wat andere. Uh, an, die, die zijn wat meer met hele kleine geforceerde upgrades en je kan op PC en Game Pass. En PlayStation zit hier gewoon vol in. Ja. Je moet PlayStation 5 kopen, maar die is er niet. Waardoor mensen toch die game willen spelen, gaan het allemaal massaal op de PlayStation 4. En wat je dus nu in Amerika ziet, is bijvoorbeeld dat de consoles die nu het best verkopen, hmm. zijn de Switch, um, maar ook de PlayStation 4 en de Xbox Series. Uh, maar ook nog de oude Xboxen. Gewoon omdat mensen zoiets van: ja, ik kan het toch niet kopen. Ik, ja. ik speel die game wel gewoon. En als je dat hebt net gekocht, voor ook nog een paar honderd dollar, ga je niet meteen die volgende console halen. Dus je blijft langer op je oude console ja. spelen. Nou ja, goed, dat is uh, dit, dit dit probleem is overal en het, dit, ja. dat is begonnen met het uh, met de supply chain uh, die uh, nog een paar jaar zeer wel mogelijk nou, kan dat, gaan dat, duren. Dat, dat is dat, dat sterker, sterker nog, dat wordt deze console generatie niet meer opgelost. Nee. En je ziet het nu, volgens mij is er nu weer corona in Shenzhen en het is weer de ja, hele van ja, al die fabrieken ja, uh, China, China. Ja. China ja, ja, ja. En dan hebben ze hebben ze die hele dat hele gebied ja. <laughs> een lockdown. En ik heb zoiets van, kijk, dit gaat al lang niet meer over corona. Dit is gewoon een geopolitiek spel wat gespeeld wordt. Waarbij het, het aanleveren van die chips er gewoon voor zorgt dat, hele, uh, um, noem je dat, hele, hele industrieën worden platgelegd. Weet je, de hele auto-industrie in Amerika mm -hmm. komt tot stilstand, omdat die chips niet geleverd kunnen worden. In Duitsland exact hetzelfde. Ja. Weet je, als die chips niet geleverd worden, dan komt geen, geen Mercedes en geen, geen BMW en niks meer van de, uh, van de lopende band af. Omdat die gewoon die chips moeten er allemaal in. En dat denk ik, dat, dat is eigenlijk wat ik denk, wat er op de achtergr achtergrond speelt. Er is ook nog een inflatieverhaal, weet je. Ik mm -hmm. bedoel, er is zoveel vraag naar die chips. Dat ja, Als je iets rustiger aandoet, kun je meer geld verdienen. We zien hetzelfde nu in, in de oliemaatschappij. Uh, Saudi Aramco heeft gisteren, de grootste oliemaatschappij ter wereld... heeft gisteren aangekondigd zo'n 110 miljard dollar winst hebben gemaakt. Mm -hmm. um, ja, Waarom? Omdat die olieprijs omhoog gaat. Ja. waarom? Dat die olie schaars is. Dus ja, dan, dan krijg je dus dat soort shit. Um, ik denk eerlijk gezegd, Sony is te klein om dit op te lossen. Sony is een gigantisch bedrijf. Nou ja, zo, Sony heeft er geen baat bij om het schaars te houden. Laat ik het zo zeggen. Die nee, PlayStation die, die, 5 die moet verdubbeld, verdriedubbeld verkocht worden. Want die markt is er, alleen ze kunnen het gewoon niet nou, dus die zit wat, in Wat mij verbaast is dat Sony niet zegt van... Oké, okay, fuck het. Die PlayStation 5 die gaat 1000 euro kosten. Die ligt morgen overal in de winkels. Ja. En dan kun je je afvragen van... Oké, okay, misschien verkoopt het niet voor duizend euro. Maar wat er nu gebeurt is dat, dat ze, alles dat, wat er vrijkomt... Dat wordt opgekocht door resellers en die verkopen dat is ondertussen 800 euro met ja. of, of met belachelijke pakketten met maar denk je erbij. dat ze de PlayStation 5 duurder kunnen maken waardoor ze bijvoorbeeld meer chips kunnen kopen waardoor ze meer natuurlijk ja, ja. natuurlijk als ja. jij ik bedoel dat is het hele probleem ze hebben een contract geschoten met zo'n ja. zo chipfabrikant en die chipfabrikant die zegt van nou we doen een in, we hebben de intentie om zoveel chips te leveren voor de voor weet je die aankoopprijs, aankoop dit en dat en dan komt uh, BMW of mm -hmm. uh, Toyota of weet ik veel uh, wie die, die, die stapt naar nou, die zegt van luister wij betalen dubbel voor die chips want we hebben ze nu nodig want we kunnen nu die auto... Ja. En dan weet je de marge die op zo'n zo'n chip zit. In een auto van, weet ik veel, 20.000 dollar ja. of 15.000 dollar. Wat het kost om zo'n auto te maken, uh, valt dat wel mee. Maar in een PlayStation is dat significant. Weet mm -hmm. je? ik bedoel daar een zo'n chip. Ja, dat vertegenwoordigt uh, straks, weet ik veel, de helft van de, van de kosten van, van zo'n zo ja. PlayStation. Dus je moet meer bieden. Ja. Je moet meer gaan betalen voor die chips. Dat In tijden van schaarste is dat de manier, uh, uh, of eigenlijk dat wat er ja. gebeurt. En Sony doet dat niet. En dat betekent dat dus die. Uh, PlayStation niet meer in de winkelkamp liggen en alsnog voor 800 tot 1000 euro worden verkocht, dus mm -hmm. dat PlayStation dat zelf niet doet, is weird. Ja, we zitten in tijden van inflatie, dus je moet je realiseren dat dat soort krachten optreden. Ja, en Sony uh, doet daar niks mee nog. En ik denk omdat ze gewoon ontzettend bang zijn voor de backlash die er mm -hmm. komt als zij zometeen zeggen: van PlayStation 5000 euro, ja. ja. Maar ik, ver, ik, ik verbind feitelijk, uh, dit verhaal verbind ik namelijk ook aan dat verhaal van Gran Turismo 7. Namelijk um, dat Gran Turismo 7, uh, daar hadden ze van tevoren eigenlijk een soort van rekensom gemaakt. Nou die moeten 20 miljoen, 25 miljoen moeten we daarvan gaan verkopen. Ja. Uh, die Playstation 5 zijn er niet. Dus dat betekent, het is een, waarschijnlijk een hele dure productie geweest. Daar uh, ja. um, moet geld verdiend worden. Dus die microstructures moeten dan maar gepoest worden om... Geld te krijgen. En zo zijn er ook nog wat andere dingen waarvan ik al ook wel eens heb gezegd van ik heb het idee die PlayStation Plus, die verschillende tiers. Mm -hmm. Het is niet gebruikersgemak. Wat een beetje wat Microsoft die speelt dat balletje heel erg. Van die houdt het nu allemaal nog laag, ongetwijfeld als straks iedereen binnen is. Net als met Netflix, dan gaat die prijs ook omhoog. Maar nu spelen, mm -hmm. spelen ze heel erg van uh, uh, gebruikersgemak en Sony kan dat niet helemaal omdat ze dat financiële probleem hebben van. Die cirkel die zij bouwen namelijk nieuwe console kopen allemaal tegelijk, dan massaal die games verkopen, uh, dat 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 loopt helemaal in de soep door die chip verkorten en het geld moet ergens vandaan komen. Ja. Eén is wat ik dan altijd zeg, wees er open voor, want ik denk wel degelijk als jij een goed verhaal hebt en zegt van sorry jongens maar uh, willen we de PlayStation goed voorradig maken, dan moeten we helaas die prijs verhogen. Ja. Ja, waarom niet? Mensen betalen nu ook 800 euro... voor een bundel met bullshit erbij. Ja, maar dat bedoel ik. Daar, daarom, het, het gebeurt al. Maar ze zeggen het niet. Nee. En ze zeggen ook niks over die microsoft Wat ik zeg van... Dat snap ik niet. Dus je kan het niet... Want nu krijg je een soort van antipathie. Van ja, je duwt het me door de strot. Waarom? Um, ja nee ik ik, ik ik heb er heel dubbel gevoel over ik denk ja. ik, ik denk wat dat betreft sony uh, uh, leeft uh, nog in uh, 2000 uh, of wat zeg ik in uh, ja in 2016 2017 pre ja. pre uh, pre uh, corona um, ik denk dat ze mee moeten gaan met hun tijd dus of je je controleert zelf de volledige productielijn ja. uh, of je moet meer gaan betalen voor, voor de inkoop van je producten. Dat betekent dat je console mogen had en dat betekent ook dat hun concurrentiepositie ten opzichte van Xbox nog verder verzwakt. Xbox heeft wel geïnvesteerd in een eigen fabriek buiten China. De staten, en zijn er niet afhankelijk van. Nee, klopt. Nee, omdat omdat ze, ze een fabriek het... in Mexico hebben. Nog. Ja, Volgens maar ook, mij is ook dat met dat ook... de Game Pass. Van, je kan hem ook op de Xbox One spelen. Zij, gaan wat, zij maken die sprongen wat minder Ja, maar groot. Het, is, het is sowieso Ze, er, er worden meer ja? Xbox'en zijn er verkocht nu in Zeker. Europa dan Xbox series, series S. S die heeft, in februari die waren er, uh, was er Xbox Series S best verkochte console, ja, ook echt... omdat die gewoon uh, voorradig was. Ja. Dus mensen willen iets. Uh, denk denk je ook dat Nintendo bewust eigenlijk, ik weet niet, ik denk niet dat ze dingen hebben niet alles kunnen zien aankomen, maar dat zij bewust bijvoorbeeld een andere chip, niet, niet zo'n hele high-tech, maar wat natuurlijk wat, wat natuurlijk. lager dat is weet weet altijd wel. al zo geweest. Ja. Zij, zij, zij hebben nog nooit state of the art shit geproduceerd. Nee. Weet je, hun, hun, hun specs zijn altijd lager. Het is nog geen 4K, weet je? Nee, en het hoeft en dat gaat ook vooral allemaal vooral, niet. Nee, ik denk ook nu, we hebben we het vaak over die Switch 4K of zo. Die gaat voorlopig niet komen. Nee, natuurlijk, want die chips zijn er niet. Nee. ze weten het En Waarom zouden ze? Want die Switch verkoopt nu als, 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 als de ja. brandweer... Weet ja. Waar, waar, dat, hoeft, dat hoeft helemaal niet nu vervangen te worden door iets anders. En dat is het hele ding. Dat ik denk van, van Sony is zichzelf voorbij gelopen. Mm -hmm. Weet je, die heeft te veel hooi op hun vork gehad. Uh, ze hebben ook geen. Dat, daar heb ik wel eens. Uh, uh, meer over gehoord. Sony wil geen grote voorraden aanhouden. Dus mm -hmm. dat, dat is dat just in time delivery principe, wat we heel lang bij heel veel bedrijven hebben dat gedaan. Dus ja. bij wijze van spreken wordt zo min mogelijk voorraad aangehouden en wat er binnenkomt van, van de fabriek, dat wordt direct in de winkels. Als het goed loopt levert je dat het meest geld. Op. Absoluut. Ja. Maar op een gegeven moment ga je daar op begroten en dan heb je geen weg terug als ja. het niet meer lukt. En dan moet je dus je hele financiering en, en je hele businessmodel moet je opnieuw uh, uh, eigenlijk op poten zetten mm -hmm. omdat je die just-in-time delivery niet meer hebt, ja. dus um, misschien. Ik weet eigenlijk dat, dat Nintendo heeft veel meer voorraad, mm -hmm. die waren opgeven door hun voorraad switches heen, ja. ergens begin 2020, maart-april 2020, zoiets, en uh, die hebben daarna weer gigantisch uh, uh, ingekocht. Ja. weet je, die chip uh, omhoog geschroefd en ze hebben gewoon heel erg veel switches op voorraad, dus ja, dat gaat eerst allemaal weer verkocht worden. Ja. En wat betreft Xbox, ja, die hebben een iets ander proces. Dus wat ik al zei, ze hebben, een, ze hebben nog een fabriek in Mexico. Die dus, waar je dus en niet de supply chain problemen hebt. Die mm -hmm. je hebt vanuit China. Want dat is een ander ding. Een, een container vanuit ja, China, is een, betaal je nu 24.000 ja, ja, 24 ja. dollar voor. Ja. Om die maar naar de westkust van Amerika te krijgen. En ja, sorry, maar dat was vroeger, was dat weet ik wel, 4000 dollar. Ja. Dus dat is exponentieel duurder. Uh, dan is het fijn. En, maar wat je dus ook krijgt, is dus een toegenomen concurrentie rondom die containers. En je... Uh, want dat is waarom die prijs zo hoog is. Mm -hmm. Dus er is minder ruimte in die containers. De prijs gaat omhoog. Dus alleen de, de high-end producten kunnen er nog in mee. En Microsoft heeft gewoon een fabriek in Mexico. Ja. En het grappige is dat die containers de andere kant op niet zo duur zijn. Mm -hmm. Dus het is, wat er uit China komt naar het westen, is onbetaalbaar. Ja. En wat er vanuit het westen naar China gaat, is heel cheap. Ja. Maar ook dus wat er vanuit het westen, naar, naar, vanuit Amerika naar Europa gaat. Dus ook de consoles die in Mexico gemaakt worden voor de Europese markt, die kunnen relatief goedkoop in Europa geleverd worden. En dat de Reden waarom we zoveel meer Xbox'en in Europa mm -hmm. hebben dan, uh, uh, dan PlayStation 5, ja, en het, 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 het wordt tricky. Ik, ik voel echt zo langzamerhand dat het dat, dat steeds meer gamers zijn. Het zijn natuurlijk ook het wachten. Zat ik hoor daar zelf een beetje bij, want ik zit ook. Ik dacht eigenlijk, Gran Turismo, dat is het moment voor mij om een PlayStation 5 te kopen. Nou, nu lees ik dit, dan hoor ik dit, dan zie ik dit en denk ik van nou, oké, okay, dat wordt hem dus ook niet. Nou, dan wacht ik wel tot God of War. Maar luister, dus, als, die, als die PlayStation gewoon bij de media, markt lag, had je hem al lang gekocht. Waarschijnlijk wel. Want er is altijd wel een keer dat je in de stad bent... en je loopt er langs en je denkt... fuck it, ik wil hem toch hebben. Weet je. En je, je neemt het mee. Maar je. op een gegeven moment ga je vervanging zoeken. En dat is wat je nu heel veel ziet. Dat heb op, je nou een Xbox Series X? Uh, nee, nee die, die wil ik wel gaan halen. Maar ik, ik heb toevallig die van de redactie al een tijdje thuis. En daar, daar zit ik eigenlijk zeer tevreden op te spelen. Behalve dat ik wel bepaalde Oké, okay, maar, maar dan heb je een Series X. Weet je, Dat is ja. gewoon, als je dat ding hebt thuis bestaan... en je speelt erop... Maar op ik, ik moet, nog, moet nog steeds zeggen dat, dat, dat ik het... Dat ik met een Xbox One ook tevreden zou kunnen zijn op dit moment. En dat is natuurlijk een beetje wat... wat heb je wel de... een goede 4K-tv? Uh, nee, dat bedoel uh, ik. Dat uh, is uh, de, de, de reden uh, waarom uh, je... <laughs> ja. maar, de, maar het grappige is, want daarmee ben je eigenlijk de doelgroep voor de Series S. Want dat is namelijk niet helemaal net de 4K. Ja, nee, weet en, dat, dat... en die verkoopt nu heel goed. En dat is ook precies wat die analisten zeggen. Mensen gaan op een gegeven moment gaan ze zeggen... Oké, okay, nu ben ik klaar met wachten. Ja. Ik wil wel iets beters. Ik ga dit doen. En die mensen die gaan niet binnen een paar maanden. Als die er weer is, alsnog die stap nemen. En dat is dus het gevaar. Die 40% mm -hmm. uh, die betekent gewoon van uh, dit gaat nog, nog. Volgend jaar gaan mensen ook gewoon die game op de PlayStation 4 kopen. Want ze gaan voorlopig even geen PlayStation 5 halen. Omdat ja. ze, de, je kan hem toch niet meer kopen. Dus precies. En dat maakt het voor Sony, die daar volledig afhankelijk zijn, fucking lastig. En als ze dan ook nog eens een keer hun communicatie op dit soort manieren dan toch proberen. Kijk, nee, Sony, ja. Sony zit in een, in een probleem. En ik vind het niet spreken voor Herman Hulst. Ik vind Herman Hulst een fantastische kerel. Ik hoop ja. dat hij uh, de boel uh, uh, op poten krijgt. Maar met zijn aanstel, eigenlijk de timing van zijn aanstelling valt samen met de ellende rondom corona, die supply chain ja, issues. Dat had die launch van de PlayStation 5 niet succesvol is geweest? Nee, nee, en, en ik weet het niet. Ik vind, ik vind dat er bitter weinig gebeurt. Ik bedoel, ik zou Herman wel een keertje uh, uh, te gast willen hebben en vragen: van doet wat de fuck man? Kom ja. op, weet je? Het is PlayStation. Ik bedoel, knallen met die handel. ja, weet je? Ik ben, ik ben. Weet ik, van een hele generatie lang ben ik echt bijna exclusief PlayStation Gamer geweest. Ja. En nu ben ik helemaal weer terug naar Xbox. Ja. Hoe heeft dat zo ver kunnen komen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, nou ja, wie weet, weten we dat binnenkort wel. Uh, binnenkort weer een nieuwe Piep Show. Ja.